Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta hier bij een verlaten schoolgebouw met van die geweldige posters op de ramen dat het beveiligd is. Zo jammer weer dit. Het zal waarschijnlijk ook wel helemaal dicht zitten. Maar die zit er in ieder geval op, dus beveiligd is het in ieder geval sowieso. Maar ja, buiten omlopen kan je natuurlijk wel. Ze hebben hier tenslotte het hek gewoon open laten staan, dus dan neem ik aan dat het gewoon kan. Ga even kijken. Want ik heb ook begrepen dat deze gesloopt gaat worden, dus ook dit gaat natuurlijk weg. Dit wordt ook weer historie. Zal ook wel woningbouw voor terugkomen, neem ik aan. Ja, terwijl je toch ook best wel woningen in kan maken. Een beetje betaalbare woningen. Maar ja, ze kiezen altijd voor helemaal vlak halen. Een leeg klaslokaal. En de ramen zijn al een behoorlijk tijdje niet gewassen. Jongen, het ziet er niet uit, joh. Komt het zo smerig. Lijkt wel of dat al 20 jaar terug is. Ja, oké. Okay. Tijdelijke bewoning. Woont hier iemand? Nou, dan heb je weinig meubels. Zo hé. Er wordt dus gewoond. Het ziet er wel erg sober uit trouwens voor een woongedeelte. Ik zou zo niet willen wonen, maar ja, misschien sommigen wel. Zet je toch wat tafeltjes en stoelen buiten, een barbecue. Ik bedoel, plein zat. Bewoning. En dan zijn dat zeker de gordijnen. Zo hé. Sobere gordijntjes. Beetje tegen het Spartaans aan. En dan gaan ze daar zeker naar binnen. Daarboven zie ik helemaal niks. Daar ook niet. Het is in ieder geval wel heel rustig. Zal die bewoners ook wel aan het werk zijn, denk ik. Nou, een klasse foto. Ja, die deur zit open, maar het gaat toch niet naar binnen, want het wordt bewoond. Dus ja, dan gaan we dat natuurlijk niet doen. Nee, want dan heb ik natuurlijk niks te zoeken. Het moet ook wel helemaal verlaten zijn natuurlijk. Ja, dit wordt inderdaad bewoond. Pingpongtafel. Bankjes. Oh, ze hebben wel veel bankjes trouwens. Dat in ieder geval dan weer wel. Ja, zitplek genoeg. Daar zit de brievenbus. Daar kan je de post nog bezorgen dus. Ja, de naam van de oude school. Ik zie nog steeds geen bewoners. Het zijn er niet veel waarschijnlijk. Terwijl je toch met genoeg mensen kan wonen. Hier ook joh. Prima kamer. Ruimte zat. Ook al zeggen ze het hout alweer naar buiten gegooid, maar net is een stok. Ja, dat weten we nou wel hoor. Hier zit het wel dicht. Nou, weer allemaal van die waarschuwing dat je van alles niet mag. Het schoolplein. Ooit helemaal gevuld. Ooit, op een zekere dag. Stopt hier iemand? Maakt niet uit. Hij stopt maar. Hey, er is ooit een van de kinderen het fietsje vergeten. Die blijven staan. Na de schooltijd. Zeker niet meer gedacht van waar is mijn fiets nou? En de auto's ook niet. Wat hier nou? Allemaal rotzooi. Daar kan je ook nog door. Maar ik ga niet helemaal langs. We komen door de struik heen. Nog maar even aan de andere kant gaan kijken. Er zit wel water tussen. Maar ja, goed, daar aan de andere kant kan je wel staan. Leg hem daar ook nog even vast. Dit is in ieder geval het voormalige schoolplein. Nou, als ik in zo'n gebouw woon, zou ik het wel weten. Zo, hé. Prachtig mooi plein, man. Mooi barbecue houden en zo. Helemaal geweldig. Tijdelijke bewoning. Nou, in dat rode huisje daar woont er in ieder geval helemaal niemand. Het is wel wat voor een challenge zoiets. 12 uur verblijf in dat huisje. Dat is erg krap hoor. Ja, dan doet alles je zeer. Je kan namelijk niet recht overeind staan namelijk. Branddeur vrij houden. Er was zeker iemand het niet mee eens ofzo, want het hele bord is kapot gemaakt. Ja, die hou je ook in zulke mensen. Ook niks meer te zien hier. En dat daar, dat is de achterkant. Ja, is ook helemaal afgesloten met hekwerk. Oké, okay, dit is dus gebouwd in mijn geboortejaar. Net zo oud als mij dus. Tenminste, dit deel dan. Want dat lijkt even ouder. En hebben ze dit er later aan gebouwd. Of zou dat nou voor alles gelden? Geen idee eigenlijk. Maar goed, dit deel in ieder geval wel. Ziet er nog vrij nieuw uit trouwens. Het is net of het in de tussentijd nog is opgeknapt ofzo. Dit hebben ze heel goed beveiligd. En dat ook.
Dat hebben ze afgezet met een lint. Nou ja, er spelen geen kinderen meer buiten in ieder geval. Niks meer te zien hier. Gaan we die kant maar weer op. En dit hier is de andere kant. Dat ligt aan het water en daar staat een hek, dus daar kan je niet langs verder. Maar ja, het heeft verder ook weinig nut. Want er is bewoning. Ik heb wel niemand gezien, maar er is bewoning. Het zal gerust wel kloppen wat er staat. Dus ja, we kunnen er niet in, dus geen binnenvideo weer, helaas. Dat is altijd wel het mooiste natuurlijk, maar ja, dat gaat hier ook helaas weer niet lukken. Maar goed, ik ga nooit zonder video naar huis, dus ik heb hem ook hier weer even gemaakt. Niet binnen, dan maar buitenom. Maar ik maak altijd even een video van zo'n gebouw wat gaat verdwijnen. Want spoedig is dit ook weg. Ik had begrepen dat de sloopvergunning er is, dus hij gaat plat. Nou, dat zullen wel net als daar dan allemaal woningen worden. Weer een school verdwenen in Alkmaar. Ik ga weer terug richting het subtropische Noordse Woude en ik ga hem hier weer afsluiten. Ik ga niet meer zeggen, tot de volgende!